The language of DNA consists of four-letter words. Welkom bij de DNA naar polypeptide biocast, waarin we gaan kijken hoe een polypeptideketen ontstaat. Maar eerst, hoe is de structuur van DNA eigenlijk ontdekt? Het was Friedrich Meissner die voor het eerst DNA liet neerslaan, zoals je rechts ziet in de reageerbuis. Dat wat jij ook gaat doen met het DNA van een kiwi. En deze man, Erwin Chargaff, was het die vaststelde dat DNA, de stikstofbazen in DNA, voorkomen in een bepaalde verhouding. De verhouding van A staat tot G is hetzelfde als de verhouding van T staat tot C. Die verschilt tussen de verschillende soorten, maar binnen een soort is die altijd hetzelfde. Maar waar zit die erfelijke informatie dan opgeslagen? In eiwitten of in DNA? En welke structuur heeft dat DNA? Het was Rosalind Franklin die met kristallografie een foto maakte. De foto die je rechts al ziet. Een röntgenstraal die door een scherm in een lode plaat valt, komt op een kristal en maakt dan op een fotografische plaat een afdruk. En dit is de afdruk die ze maakte. En ze kon hem niet duidelijk, maar het waren Watson en Crick, die wel de structuur van DNA wisten vast te stellen. En we gaan die structuur wat beter bekijken. En we kijken naar DNA, deoxyribose nucleïnezuur. Dus het begint met een ribose en een deoxyribose, want aan de twee accentkant van de ribose molecuul zit een H'tje en geen OH-groep. Dan komt hij normaal gesproken voor met drie fosfaatgroepen aan de O-gebonden. En er zit een stikstofbase blauw en rechts. En daar zijn verschillende smaken van. De vier smaken die je hier ziet. Die kun je ook nog vinden in je binas. Dat is adenine, thymine, guanine en cytosine. En wanneer je dadelijk kijkt naar RNA, zie je dat de thymine vervangen is door uracil. Het verlengen van zo'n suikerruggengraat gebeurt op de volgende manier. Je ziet in het midden twee aan elkaar gekoppelde ribosemoleculen. En onderin zie je nog een ribose met drie fosfaatgroepen. Wanneer er een binding ontstaat, dan worden er twee van die fosfaatgroepen losgekoppeld. En de eerste fosfaatgroep die bindt aan het drie-accent atoom van de ribose. Daarom wordt zo'n keten ook verlengd van de vijf-accentkant naar de drie-accentkant. Hier zie je dat de structuur van die verschillende bases verschilt. Bij de A-adenine die tegenover thymine zit, zitten twee waterstofbruggen. En je ziet dat de adenine een tweeringsfiguur heeft en de thymine een enkelrings. Als je rechts kijkt, zie je guanine tegenover cytosine zitten. Die vormen drie waterstofbruggen. En ook daar is er een tweering tegenover een eenring. En dat is de reden dat de adenine niet tegenover zichzelf kan voorkomen en ook de thymine niet tegenover zichzelf, en hetzelfde geldt voor guanine en cytosine. Want dan wordt de verbinding ofwel te breed om in de ruggengraat te passen ofwel te smal. 71C, daar zie je de structuur van DNA en van RNA. Je ziet dat de DNA twee ruggengraten zijn met verbonden met de stikstofbazen en de RNA is enkelste. En hier zie je de links het DNA en die heeft een coderende streng en een matrijsstreng. En de matrijsstreng wordt gebruikt om een afdruk te maken en dat is het RNA. Dat zie je in het midden. We vergroten hem even uit. En dan zie je hier de matrijsstreng. En daar tegenover ontstaat het messenger-RNA. Het messenger-RNA gaat de celkern uit
En dat bindt aan het transfer-RNA, die ziet dat die een anticodon heeft. En dan dat anticodon zit ook een aminozuur. En dat aminozuur wordt meegenomen. En elk transfer-RNA heeft zijn eigen aminozuur. En zo worden 3 bij 3 de matrijsstreng overschreven en ontstaat messenger-RNA. En dat wanneer daar het juiste transfer-RNA bij komt met het juiste aminozuur, kan er een polypeptideketen ontstaan. We gaan straks kijken hoe dat in zijn werk gaat. Wanneer je de code hebt van het messenger-RNA, kun je in BINAS in 71E opzoeken welk aminozuur daar gaat ontstaan. Je hebt de eerste base, bijvoorbeeld de A, de tweede base is de U, dus dan kijk ik in deze kolom, en de derde base, dat is de G. En wanneer ik dus AUG heb, weet ik dat er M ontstaat, tegelijkertijd het startcodon, en ik kan in deze lijst opzoeken dat die M methionine is. We hebben dus een triplet, ook wel een codon genoemd, en die bestaat in dit geval uit AUG, 3 stikstofbazen. Die coderen voor methionine. De code UUU en UUC coderen allebei voor fenylalanine. En het kan nog gekker, er zijn 6 codons voor leucine. Een gen is een stuk DNA dat codeert voor een eiwit. Het DNA heeft 4 stikstofbazen, dus een code bestaat uit 4 letters. En daar moet ik aminozuren van maken. In totaal moet ik 20 verschillende aminozuren kunnen maken. Wanneer ik maar 1 letter heb die codeert voor een aminozuur, kan ik maar 4 tot de macht 1, dus 4 stuks aminozuren maken, wat overduidelijk te weinig is. Zou ik 2 stikstofbazen hebben, dan kan ik er 4 tot de macht 2 maken, is 16, waardoor ik ook nog te weinig heb. 3 van die stikstofbazen maken mogelijkheid van 4 tot de macht 3, is 64 stuks, en dan heb ik er ruim genoeg. Vandaar dat ik verschillende codes voor hetzelfde aminozuur kan maken. In 71F van BINAS zie je hoe van het DNA RNA gemaakt wordt. De 2 strengen van het DNA gaan uit elkaar en het RNA wordt gekopieerd. En dat gaat maar 1 bepaalde kant op. In dit plaatje zie je het wat duidelijker. Je hebt hier de coderende streng. En je ziet dat de coderende streng dezelfde code heeft als het RNA wat ontstaat. Het enige verschil is dat tegenover de T de U van uracil staat. Dit is de matrijs, oftewel de template streng. En die zie je hier van 3 accentkant en de 5 accentkant. En je ziet dat aan de 5 accent en de 3 accentkant van de coderende streng, die zit dus precies omgekeerd. En het messenger RNA dat ontstaat, dat gaat van de 5 accentkant naar de 3 accentkant. In 71J van BINAS en in K zie je het messenger RNA met daaromheen een ribosoom. En daar zie je verschillende transfer RNA's komen die allemaal een eigen aminozuur bij zich hebben. En hoe die gekoppeld worden, dat heeft te maken met het anticodon van het transfer-RNA. Die is dus complementair met de messenger-RNA-streng. Het ribosoom verplaatst zich over het messenger-RNA en er wordt elke keer een nieuw transfer-RNA'tje aan het ribosoom gebonden en de keten van aminozuren die ontstaat wordt overgedragen op het nieuwe transfer-RNA. En tenslotte komt er een stopcodon en dan wordt de keten losgekoppeld.
hier nog een keer het ribosoom zie je zitten. Je ziet het messenger RNA met de 5 accentkant en de 3 accentkant. En je ziet dat aan de 3 accentkant nieuwe transfer RNA'tjes gebonden worden. En zo ontstaat de keten van peptiden. Een polypeptide dus. En dat heeft deze vorm met een NH3 kant en een COOH kant. En die keten van aminozuren heet een polypeptide. En pas wanneer die gevouwen wordt en nog een ruimtelijke vorm krijgt, spreek je over een eiwit. En dan komen we, het mooiere dan de Amerikaanse gezegde, de taal van DNA bestaat uit 3 letterwoorden. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de DNA naar polypeptide biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer.